Was, maar nu wel met hier steeds 8 groepjes in plaats van 7. Dus ze zijn nu allebei gelijk, dus ik kan weer verder met waar ik was. Vanochtend lekker mijn moeder weer hier gehad. Was de laatste keer alweer. Ze vertrekken morgen weer naar huis. Samen lekker wat gerommeld en ik heb lekker gerust en toen die laatste toeren gedaan. En toen is mijn vader nog op visite geweest. Die kwam lekker een bakje koffie doen nog. En toen was mijn moeder nog wat dingetjes in huis aan het doen. En toen ben ik lekker gaan kleuren verder aan de Colorlab kleurplaat. Dus die schiet ook alweer een stukje verder op. Dus een lekkere ochtend gehad. Nou, nu is het weer tijd om te rusten. En ik denk dat ik lekker verder ga met dit project. Het is de 23e vandaag en ik zie net dat ik zakje 23 al mee naar beneden heb genomen. Oeps! Die kan ik dus even niet laten zien. Nou, misschien als ik eraan denk verderop vandaag een keertje. Maar dan ga ik nu direct door met niet de adventkalender van het Naaldbos. Maar de adventkalender van de Draadzaak. Dag 23. Oh, wat is de tijd hard gegaan. Toen ik hieraan begon, toen dacht ik echt van, nou, ik ben benieuwd of ik het allemaal wel red, al die dagen. Maar het is eigenlijk best heel makkelijk gegaan en het is ook heel snel gegaan. Nou, dit is weer een fantastische kleur. Heel mooi. Ik ben zo benieuwd naar de laatste kleur. Het is echt een mooie veet geworden. Ja, dat vind ik wel super leuk. Nou, die gaat naar beneden. Super mooie kleurtjes. Ik hoop echt dat ik binnenkort weer verder kan gaan breien. Dat zou wel heel fijn zijn. Want ja, ik wil de sjaal wel weer verder zien groeien. Nou ja, het naaldbos dus niet. Ik ben even van mijn apropos, merk ik. Nou, die is voor morgen. Oh, de doos valt open. Dan gaan we naar deze. Wat zit daarin? Oh, dat is fijn. Universele naalden voor de naaimachine. In verschillende diktes, dus dat is ook heel fijn. Dat is afhankelijk van de dikte en de zwaarte van je stof. En materiaal van je stof, welke naald je gebruikt. En zo'n setje kan nooit kwaad om te hebben. Dus ja, daar ben ik ook wel weer blij mee. En dan als laatste de adventkalender van Pickwick. De 23e. Hier. Winterglow. Oh, lekker. Wie is dit jaar het liefste voor je geweest? Het liefste, ja, dan denk ik toch mijn moeder die elke keer als ik een opname had... hier naartoe kwam en trouwens ook tussendoor een aantal keren hier naartoe kwam om ja, gewoon te helpen in mijn huishouden, alles aan kant te krijgen, alles door te laten gaan, met de jongens bezig te zijn, ja, ons echt ondersteunen. Mijn pa die ging dan vaak met hem mee, dus dat is natuurlijk ook heel fijn, maar mijn moeder kwam dan echt hele dagen helpen. Ja, en ook mijn jongens die... ja, eigenlijk ook wel mijn mantelzorger zijn, die mij meehelpen.
in de dingen die mij niet lukken, maar ook zelfs helpen met bijvoorbeeld het uittrekken van mijn steunkousen, dat soort dingen. En mijn man, dus ja, eigenlijk meerdere mensen. Eentje, als ik er echt één moet kiezen, dan denk ik mijn moeder. Want tussen mijn jongens kan ik gewoon niet kiezen. En ja, ik vind het echt wel fantastisch dat mijn moeder zoveel gedaan heeft. Ja, dat was de adventkalender van vandaag. Wie is er het liefste voor jou geweest dit jaar? En nou ja, ik vind het heel leuk dat jullie weer gekeken hebben. Ik wil jullie daar weer voor bedanken. En ik hoop tot de volgende keer. Thank you.